6 openbare toiletten die in en rond de binnenstad van Paramaribo komen, moet ervoor zorgen dat het zogenaamde wildplassen verminderd wordt. Gisteren gaven minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken en districtscommissaris Ricardo Bolla het startsein voor het project, waarbij de toiletgroepen zullen worden opgezet. De eerste sanitaire ruimte komt naast de Plattebrug en dat is aan de waterkant. Nou, het is een initiatief van de districtscommissaris Paramaribo. We hadden dit vorig jaar besproken en besluit is genomen dat de DC in het kader van verfraaiing beter toegankelijk maken van mensen op zich neemt. En OE helpt bij de instructies eventueel. Dus we zijn even komen kijken. Het eerste is nu gebouwd, er gaan nog 5 komen. Hij is bezig met ondernemers dit soort dingen op te zetten en de binnenstad wat beter te maken. Dus dit is de eerste en het is belangrijk. Dus hij heeft de punten uitgekozen waar vooral veel mensen zijn. Kinderen, mensen die misschien moeten overzicht of de bus moeten pakken. En dan hoef je, zoals de DC heeft gezegd, dat wildplassen te verminderen. Maar ook gewoon hoor, als iemand loopt of kinderen moeten verschoond worden, dan zo'n toilet voorziet daarin. En dat is dus het leuke ervan. Als we meerdere van dit soort plekken hebben, dan kan iedereen makkelijk, als er een urgentie is, zijn behoefte doen. Nur Mohammed benadrukt dat het fenomeen van wildplassen dat leidt tot onhygiënische situaties en een onaangename geur echt verholpen moet worden. Wildplassen moeten met de nieuwe sanitaire mogelijkheden tot andere gedachten worden gebracht. Hier op deze locatie heb je ook een grote behoefte. Er zijn zoveel bussen die hier staan. Een bus heeft 30 passagiers gemiddeld. En tel maar hoeveel bussen er hier zijn, 20, 30, 40. Je hebt de veerboot. Je hebt, in de avond heb je hier heel wat mensen die komen eten bij de restaurants. Dus die nood is hoog. En je moet meerdere hebben hiervan in de hele binnenstad. Je moet dat ook zien in het kader van de overeenkomst die we hebben gesloten met alle bedrijven in de binnenstad, met de DC, met het ministerie van RO, OW, om langzaam simpele dingen weer te gaan herstellen of te brengen in de binnenstad. OW heeft op zich genomen om bijvoorbeeld de wegmarkeringen weer aan te brengen, daarmee zijn we gestart. De groenvoorzieningen worden ook binnenkort aangebracht. Het startsein moest elk moment zijn gegeven. Daar komen particulieren in en OW komt in om de groenvoorzieningen weer aan te brengen. Dus dat, je moet het zien in dat plan. Districtscommissaris Ricardo Bolla zegt dat het project een bijzondere toegevoegde waarde zal hebben voor de totale gemeenschap. Het toilet aan de waterkant wordt binnenkort opgeleverd. Verder komen er sanitaire mogelijkheden op het parkeerterrein van de Centrale en Haitiaanse Markt en nog 3 andere locaties in Paramaribo Centrum.